Vandaag is voor het eerst dat de markt op zijn nieuwe plaats gesitueerd is. Mensen zijn nog wel te onwennig, maar het is wel een mooi plekje. Aan de ene kant is het stadcentrum met de winkels en de gezellige terrasjes. En aan de overkant is de Vecht, een mooi uitzicht. Er wordt nog heel hard gewerkt rondom de markt en in het centrum. Wij gaan vandaag vragen wat de mensen ervan vinden. We staan nu op de markt in de nieuwe situatie. Wat vindt u ervan? Het is nog een beetje rommelig, maar ik denk dat het heel mooi wordt. En als straks het weer nog gaat meewerken, dan is het helemaal. Je hebt een heleboel of haar langs de Vecht. Het is echt een vooruitgang. Dan komen we hier niet weg. We komen het Dederswaard hier vlakbij. En daar hebben we eigenlijk precies hetzelfde. Er wordt ook helemaal gerenoveerd. De markt is opnieuw aangelegd. En er komen wat nieuwe winkels bij en zo. Het wordt echt voor de bewoners en ook voor de vakantiegangers wordt het aantrekkelijker. Op dit moment vind ik het een rommeltje. Ik hoop dat het beter wordt. Wat vindt u hier rommelig aan de markt? De standplaats die u niet kunt vinden of gewoon de situatie van het plein zelf? Nou, op dit moment van het plein en ja, het zijn niet zoveel geloof ik, maar ja, je vertrouwde markt is er niet meer. Nou, op zich, ik vind de markt hier hartstikke leuk. Maar ik mis de markt toch wel een beetje in de binnenstad. Want zo van vroeger uit, zo die kraampjes allemaal rondom de kerk. Ja, dat had toch wel een bepaald charme. En dat mis je nou een beetje. Het is geconcentreerd. Als je eventjes snel naar de markt toe wil, ja, dan is dit natuurlijk veel leuker. Maar voor de binnenstad op zich, geloof ik, en voor de middenstander, dat soort dingen zo, is geloof ik niet zo'n goede zaak. Ja. Denkt u niet dat het een kwestie van gewenning is? Misschien wel. Maar je onttrekt het gebeuren rondom de kerk. Maar dan onttrek je toch helemaal zo. En dat vind ik toch wel jammer. Ook met name voor de middenstand en voor de kroegjes en zo. Okay. Met name bij de zomerdag. Een terrasje pikken en zo. En dan al die mensen, die gezellige mensen rondom je en zo. Ja, dat vind ik. Dat heeft wel wat, vind ik. Okay. Ja. Ik moet zoeken, ik kom net binnen. Ja. Dus ik moest even zoeken. Nou, en ja, hier kom ik altijd. Dan moet ik de groenteboer nog zoeken en ik moet de visboer nog even zoeken. Dus het is voor mij allemaal nog even nieuw. En ik ben benieuwd hoe de marktkooplui het zelf zullen vinden. De markt staat nu op zijn nieuwe vaste plaats. Wat vindt u ervan en bent u al vaker op de markt geweest? Ik heb hier in het verleden vaker gestaan als standwerker. Dus heb ik niet altijd dezelfde plek. Ik denk dat het nu wel gezelliger wordt, omdat het compacter gaat worden. Maar ze moeten hier en daar nog zorgen dat die gaten, zoals achter mij, dat die even gevuld worden. En er moet weer een loop in komen, dat de loop goed is. Dat is belangrijk voor de markt, ja. U verwacht dat u nog wel vaker hier komt te staan? Ja, absoluut. Want ik heb in de loop van de tijd heel veel vaste klanten opgebouwd. Dus daarom ben ik ook aan de klanten verplicht om te komen. Nou, de eerste keer kun je er eigenlijk niet zo heel veel van zeggen. Maar de eerste indruk is, dacht ik niet verkeerd. Het is een beetje compacter. Het is allemaal een beetje anders opgesteld. Maar het is wel goed te vinden in de markt. En dan mis je een ruiking wel op als je eraan komt lopen met de vislucht. De klanten weet u wel te vinden, ondanks de nieuwe plaats? Ja, ik denk het wel. Het is de eerste keer dat ze altijd een beetje zoeken natuurlijk. Dan mis je wel wat klanten. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Hopen we tenminste. Wens u succes. Ja, dank u wel. Wat vindt u ervan, de nieuwe situatie? De markt ligt nou ietsje verderop. We staan nu al bij de werkzaamheden bij het winkelcentrum. Wat vindt u van de plaats? Ik vind hem prima. Het is toch dichtbij? Het zit hier vlak achter het nieuwe gebouw. Het marktgebouw heet het, ja. En wat vindt u van de bebouwing die langs de Vecht gaat komen? Laat maar mooi komen. Ja. U vindt het een hele verbetering? Vindt het niet jammer van het open landschap of zo? Helemaal niet. Nee, u zult zien, het wordt heel mooi. Weet ik wel zeker. Ja. U staat ook erg geïnteresseerd hier te kijken naar de werkzaamheden. Omdat ik 50 jaar altijd in de wegenbouw gewerkt heb. Aha, dat is duidelijk, ja. Juist. De binnenstad, daar is men ook heel druk mee bezig. Wat vindt u van de situatie zoals die er momenteel is? De binnenstad is men op het moment niet zo druk mee bezig. Dat is nagenoeg gereed, toch? Maar de winkels die er zijn, of juist niet? Nou,
winkels worden nu steeds minder. Hè? Maar met de markt en aan deze kant, daar bent u dus heel tevreden over? Ja, uiteraard. Het is toch vlakbij. En men loopt zo van de markt af weer naar de middenstand. Ja. Ja. En dat is ook wel belangrijk. Dat moet ook doorgaan. Men moet niet allemaal alleen de markt. Nee, ook het andere. Ja. En eventjes naar zoals de Vlater. Of Tante Pos. Ja, hoort er allemaal bij. Ja, natuurlijk. Okay. Ja. Dank u wel. Oké. Fijne dag. U hetzelfde toegewenst.